Ik ga beginnen met een beetje geschiedenis. Ik heb dit jaar een heel interessant boek gelezen, dat noemt The First European Revolution, 975-1025. Van Richard Moore, een heel interessant boek, want het beschrijft eigenlijk de sociale revolutie aan de basis ligt van de feudaliteit. Ik weet niet of jullie een beetje gelezen hebben over het einde van het Romeinse Rijk, maar ik had altijd gedacht, kijk, 5e eeuw is het gedaan met het Romeinse Rijk. Maar wat ik in dat boek geleerd heb, is dat de sociale structuren van het Romeinse Rijk eigenlijk nog altijd bestonden in de 10e eeuw. U gaat mij begrijpen waarom ik daarover vertel. Er is een reden voor. Dus 8e eeuw, Karel de Grote probeert het Romeinse Rijk erop te richten, dat lukt niet. Dus hij verdeelt onder zijn 3 zonen. Dat lukt ook niet. En dus vanaf de 19e eeuw heb je zo eigenlijk een soort peer-to-peer feudaliteit, waarbij alle lokale baronnen dus eigenlijk hun eigen kasteel beginnen op te bouwen lokaal. En dat die niet alleen om bescherming tegen de buren, maar ook eigenlijk om de eigen bevolking onder druk te zetten. En dus dat is een periode van enorme crisis en sociale dislocatie. En dus vanaf de 10e eeuw heb je de monniken van Cluny, met het volk achteraan, met de heilige Maria voorop, die de feodale heren voor hun zonden dus eigenlijk confronteren met hun zonden. Want het is een periode waarin bijvoorbeeld de kerken worden leeggeroofd enzovoort. En daaruit komen dan dus een aantal sociale charters, nieuwe regels, nieuwe sociale contracten. Men noemt dat Peace of God charters, dus de vrede van God. En dus de feodale heren beloven dan eigenlijk make love, not war. Dus dat betekent, we gaan nu onze dochters uittrouwen in plaats van te vechten met elkaar om te kunnen groeien. En ze hebben ook de primogenituur toegepast, dus het recht van de oudste zoon om alles over te erven. Daarmee moeten ze niet meer vechten, ook binnen de familie. Dus in die periode gebeurt er eigenlijk van alle hervormingen en veranderingen, sociale veranderingen, die ertoe leiden dat de bevolking in het Westen dan gaat verdubbelen, dus na die akkoorden, verdriedubbelen in West-Europa. Heel de steden worden weer bevolkt, want die waren helemaal ontvolkt op het einde van het Romeinse Rijk. Dus Rome ging van 1 miljoen naar 80.000 enzovoort. En eigenlijk wat er toen gebeurd is, is een nieuw waardepatroon. Want de economie voor de 10e eeuw was echt een plunderingseconomie. Dus een economie waarin gewoon als je wat sterker en rijker worden, ging gewoon eigenlijk op oorlogspad. En vanaf 10e eeuw heb je eigenlijk een pacificatie, dus het feudalisme, het surplus van de boeren, van de lijfeigenen die dus produceren op het land. Dus wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen, is dat eigenlijk de grote veranderingen in de samenleving eigenlijk altijd veranderingen zijn van waardebepaling. Hoe wordt de waarde gecreëerd en hoe wordt die waarde verdeeld? Heel even nog een ander voorbeeld, 15e eeuw. Dus ondertussen zijn er heel veel steden die hebben geld nodig. Christenen mogen geen geld uitlenen, dat is zondig, die gaan direct naar de hel. En dus je ziet bijvoorbeeld de opkomst van de notie van het vage vuur. Dus daarmee moet je dus niet te lang gestraft worden. En je kunt dus af laten kopen die dus je tijd in het vage vuur doen verminderen. Dus een soort ideologische uitvinding. De tempeliers die bescherming bieden aan de pilgrims die naar het heilige land vertrekken, die vinden de dubbele boekhouding uit, enzovoort. Dus nogmaals, die veranderingen, dus al die veranderingen die komen rond de 15e eeuw, als je zou leven in de 15e eeuw, zou je eigenlijk niet weten wat er aan de hand is. Je ziet gewoon dat dingen veranderen. Maar we weten natuurlijk, in de 18e eeuw, kwamen al die veranderingen samen in een nieuw systeem, en dat was het kapitalisme. Dat was eigenlijk al begonnen. Dus al de zaadvormen die uiteindelijk het systeem hebben dat we vandaag in leven, die zijn eigenlijk min of meer uitgevonden al in de 15e eeuw. Dus mijn thesis is vandaag dat we ook zo'n waarderevolutie meemaken. Dus er is eigenlijk nieuwe krachten, nieuwe sociale krachten, nieuwe soorten ondernemers, nieuwe soorten productieve gemeenschappen die een heel andere kijk hebben op wat waarde is en kan zijn en hoe het verdeeld wordt. En daar wil ik misschien even iets over uitleggen. Door dat nieuwe waardesysteem te vergelijken met het oude, dus te zeggen datgene waar wij
allemaal vandaag onderleven. Dus als je jezelf zou afvragen hoe wordt waarde gecreëerd vandaag, dan zou je zeggen, wel, het is de markt. Privépersonen, arbeid en kapitaal, die gelijke waarden uitwisselen op een markt, die creëren de waarde. Tweede aspect, dus in de marktrelatie zelf kijken we eigenlijk niet te veel naar de negatieve zaken die we veroorzaken, we kijken vooral naar het eigen voordeel. En het idee van de markt als ideologie is, als we allemaal ons eigen voordeel halen, wordt de maatschappij beter. Maar omdat we dus niet bewust kijken naar die, wat economen noemen, negatieve externaliteiten, sociale en ecologische externaliteiten, hebben we een staat die van buitenuit de markt probeert te reguleren, dikwijls onder sociale druk. Wat dat ook interessant is, dat huidig model, en dat ziet je aan het soort taal dat we gebruiken als we spreken van de civiele maatschappij. Denk eens aan het Engels. Non-profits en non-governmental. Dus dat betekent dat we de civiele maatschappij niet als productief beschouwen. Denk de civiele maatschappij. En dat is iets dat je moet financieren door het surplus van de markt. Denk aan bijvoorbeeld sociaal-democratische politiek. We gaan markten belasten en daarmee gaan we sociale voorzieningen en distributie doen. Dat is eigenlijk dus het idee vandaag van hoe de maatschappij functioneert. Nu is er vandaag echt een nieuw waardepatroon aan het ontstaan dat eigenlijk helemaal anders functioneert en denkt. Dus we gaan nu naar de tweede slide hier. Het is allemaal in het Engels. U ziet hier drie cirkels, het is geen Venn-diagram, maar gewoon om even uit te leggen wat het nieuwe waardepatroon is. Vandaag wordt meer en meer waarde gecreëerd in productieve gemeenschappen die hun productieve kennis mutualiseren. Dus ik ga een paar voorbeelden geven. Denk aan de Wikispeed bijvoorbeeld. Dat is een auto die 5 keer minder benzine verbruikt dan commerciële wagens. Die op 3-4 maanden tijd werd geconcipieerd door 40-tal mensen in 8-tal landen, zonder enig kapitaal. En dus als je denkt aan Wikispeed als project, dat is dus eigenlijk al de productieve kennis die je nodig hebt om zo'n wagen te maken, die 5 keer minder benzine produceert. Dat is een heel interessant en hyperproductief systeem. Dus als je kijkt naar de commerciële auto-industrie vandaag, duurt ongeveer 1 jaar om een innovatie door te voeren. Maar het duurt 5 jaar voordat je dat in een auto vindt. Dus eigenlijk een redelijk traag proces. En dat ook heel veel kost, want al die machines moeten herzien worden. Als je kijkt naar Wikispeed en hun methodes, noemen dat extreme manufacturing, dus extreem productie. Dan ontdek je dat die wagen elke week anders is. Dus elke week is het design van de Wikispeed beter dan de week voor die. Dus je ziet ook dat die nieuwe systemen ook heel productief zijn. Dus niet alleen, daar ga ik straks misschien over hebben, beter voor de mensen die hier werken, maar ook heel productief zijn qua productie. Ik ga u een paar redenen daarvoor geven. Ten eerste wat ik noem de derde revolutie van de menselijke productiviteit. De eerste revolutie van de menselijke productiviteit is eigenlijk de uitvinding van het coercitieve werk, van het verplichte werk. Dus na de tribale samenleving, de slavernij, lijfeigenschap, zijn het systeem waar mensen moeten werken. Ze hebben geen keus. Dus een sociaal statuut bepaalt wat zij moeten doen. En dus de eerste beschavingsgolf, kastelen, tempels enzovoort, komt eigenlijk door die uitvinding van die de menselijke productiviteit verhoogt. Het kapitalisme brengt een tweede grote sprong in de menselijke productiviteit. En hoe gebeurt dat? Door naast de extrinsie, dus van buitenaf, negatief, angst, motivatie, ook een positieve motivatie te brengen, namelijk het gemeenschappelijk belang in een marktuitwisseling. Dus vanaf het ogenblik dat we het kapitalisme krijgen, hebben we dus een tweede motivatie om te werken, om dingen, dus ik ga mijn arbeid verkopen, ik krijg een loon, ik ga een product verkopen, ik krijg daar iets voor. En dat geeft ons de wereld waar we vandaag in leven, met een veel langere levensduur, wetenschap, techniek enzovoort.
Nu, een van de problemen van het traditionele marktmechanisme is dat je eigenlijk alleen maar kunt mobiliseren als je kapitaal hebt. Dus te zeggen, als er werkloosheid is, als er geen geld is om te investeren, dan gebeurt er ook niks. Dus dat is een duidelijke nadeel. Een ander nadeel is dat er verschillende studies zijn die aantonen dat eigenlijk maar 1 op 5 van mensen eigenlijk doen wat ze willen doen. Dus eigenlijk dus hun passie. Dus als je zou vragen, zou je hier nog werken zonder loon? Of zou je nog hetzelfde soort werk doen die je geen loon hebt? Zeggen 4 of 5 mensen nee. Nu, als tegenvoorbeeld kunnen we kijken naar Wikipedia. Dat is nu geen economisch project, maar het is toch wel interessant. Hoeveel mensen werken voor de Wikipedia zonder eigen intrinsieke motivatie? Dus van binnenuit een positieve motivatie. Die motivatie kan van alles zijn. Het kan zijn, ik wil meewerken aan universele encyclopedie. Het kan ook zijn, ik wil iets bijleren. Het kan ook zijn, ik wil erkenning. In heel enkele gevallen ben je misschien ideologisch gemotiveerd. Je wil jouw standpunt verdedigen tegenover anderen. Dus de motivaties kunnen heel veel verschillende oorsprong hebben, maar het komt er allemaal op neer dat ze eigenlijk allemaal die motivatie zelf kiezen en dus allemaal daar zijn omdat ze daar willen zijn. Nu, dat feit geeft heel veel productiviteit. Dus zo'n systemen die erin slagen om dus die contributies te krijgen, die zijn eigenlijk heel productiviteit. En dat is eigenlijk nu het eerste punt dat ik even wil uitleggen. Dus wat is het nieuwe waardesysteem? Waarden zijn contributies. Vandaag de waarde wordt gecreëerd door bijdragen in open contributieve systemen. Dus de mensen die meewerken aan Linux, Wikipedia, Arduino, Wikihouse, Wikispeed. Dus de waarde wordt gecreëerd in die productieve gemeenschappen. Zonder die kennis kan je eigenlijk niet produceren. Nu, het probleem van die nieuwe methode is natuurlijk dat je kan niet gans je leven vrijwillig bijdragen zonder dat je een inkomen krijgt. Althans, zeker in onze maatschappij. Dus het probleem is dan, hoe creëren we een economie, hoe creëren we een livelihood, een inkomen rond die nieuwe productieve gemeenschappen? En dus wat we doen, wat we proberen te doen, is we gaan ondernemerscoalities oprichten die waarde toevoegen aan die commons. Dus nogmaals, dus de nieuwe waardemethode is contributies die commons creëren. Een contributie die gemeengoed creëert. Dus geen arbeid die een product creëert. Dus een heel andere waardesysteem, waardeproces dat hier aan de gang is. Dus het eerste instituut dat we aan het creëren zijn, een zaadvorm, hè, zoals de dubbele boekhouding van de tempeliers en het vagevuur als een ideologisch patroon. Dus we hebben nu een instituut, een menselijk systeem. En dat is dus 1, de productieve gemeenschap. 2, de ondernemerscoalitie. Nu, als we kijken dus in de geschiedenis nogmaals naar die grote veranderingen, dan is er iets merkwaardigs. En dat is het volgende. Dus die nieuwe systemen zijn natuurlijk niet dominant. Hè. Het zijn mensen binnen het oude systeem die zoeken naar oplossingen voor problemen. Hè, vandaag vooral ecologische en sociale problemen. Die zoeken naar nieuwe oplossingen. En door het zoeken naar nieuwe oplossingen vinden zij eigenlijk dus nieuwe methoden uit en die dan ook een andere logica hebben dan het systeem dat het probleem heeft veroorzaakt. Wat er eigenlijk gebeurt dus, in de geschiedenis, is dat dus die nieuwe systemen groeien op in het oude systeem, maar het oude systeem gaat die nieuwe systemen gebruiken om langer te kunnen functioneren. Dus het probeert zijn systemische problemen op te lossen door eigenlijk die nieuwe dynamiek te gebruiken. Dus vandaag is er een belangrijke shift van het kapitaal en de economie. Dus van het negeren van externe negatieve externaliteiten naar het capteren van positieve sociale externaliteiten. Kijk even naar Google, Facebook, YouTube, Uber, Airbnb.
Google produceert geen documenten. Wat zij doen is ons is capaciteit creëren zodanig dat wij, dat de documenten die door vele miljoenen mensen worden geproduceerd, dat wij die van bij elkaar kunnen vinden. Dat is wat eigenlijk Google doet. Kijk even naar Facebook. Facebook produceert geen communicatie. Het creëert een capaciteit voor 1,5 miljard mensen om met elkaar te communiceren. Maar de communicatie wordt geproduceerd door de gebruikers van Facebook. YouTube produceert zelf geen video's, maar laat ons toe video's te delen, te produceren enzovoort enzovoort. Tezelfde tijd, Uber en Airbnb. Uber produceert zelf geen mobiliteit, maar laat ons toe mobiliteit met elkaar te delen. En Airbnb laat ons toe appartementen met elkaar niet echt te delen, maar te verhuren enzovoort. Oké, dus dat is eigenlijk belangrijk. Ik ga ook zeggen waarom dat een probleem is. En waarom ik eigenlijk zelf zo optimistisch ben. Dus we zitten eigenlijk met een systeem dat een extractivistische benadering heeft. Dus we sinds 4 eeuwen zitten we met een systeem dat probeert te maximaliseren uit mensen en hulpbronnen. En dan natuurlijk herinvesteren. Maar denk nu even aan industriële landbouw. Wat is daar verkeerd aan? Het produceert heel veel voedsel, maar elk jaar dat je industriële landbouw doet, wordt het land armer. Dus er is bijvoorbeeld een studie die erop wijst dat er in Engeland nog 100 oogsten zouden zijn. En daarna is het land, dus de soil, de grond, helemaal dood. Dus dat is extractieve landbouw. En hoe meer dat je waarde eruit haalt, hoe verarmder eigenlijk de omgeving is. Misschien een ander voorbeeld. Ja, ook een tegenvoorbeeld is dan bijvoorbeeld ecologische landbouw. Dus elk jaar dat je ecologische landbouw toepast, of permacultuur, wordt de grond rijker. En dat is een generatieve productiemethode. Een generatieve manier om te denken over waardecreatie. Maar dat kun je dus ook met mensen doen. Dus vandaar dat bepaalde vormen van de zogezegde deeleconomie problematisch zijn, omdat zij ook waarde extraheren, direct uit de menselijke samenwerking, zonder eigenlijk te herinvesteren, zonder generatief te herinvesteren in de gemeenschap die die waarde creëert. Denk even aan het extreme voorbeeld van Facebook. Nu, we zijn waarschijnlijk heel veel mensen die Facebook gebruiken, ik ook. Ten slotte maakt Facebook mogelijk dat 1,5 miljard mensen met elkaar peer-to-peer zonder permissie kunnen communiceren en zich kunnen zelf organiseren. Dus qua gebruikswaarde is dat eigenlijk een goede deal. Zij investeren, zij betalen en wij kunnen het gratis gebruiken. Maar als je kijkt naar het marktaandeel, naar de marktwaarde van Facebook, dan zie je onmiddellijk dat er een probleem is. Dus het probleem is het volgende. Dus een leeg platform heeft geen enkele waarde. Dus ze hebben ons nodig, die 1,5 miljard mensen die daar communiceren, om daar van die gebruikswaarde die wij creëren, marktwaarde uit af te leiden. En eigenlijk zijn dat onze data en onze aandacht die verkocht worden op de markt. Hoeveel krijgen we daarvan terug? Hoeveel deel van de waarde die zij creëren op basis van onze co-productie, wordt er teruggestuurd in het creëren van een economie voor die uitwisseling? En de vraag is, het antwoord is eigenlijk nul. Dus vanuit dat oogpunt van de marktwaarde zit je eigenlijk met een hyperexploitatie, met een maximale exploitatie van de menselijke samenwerking. Nu, waarom is dat een probleem? Het is een probleem omdat we dus eigenlijk zitten met een exponentiële groei van de capaciteit die mensen vandaag hebben om zichzelf te organiseren, zelf waarde te creëren en zelf waarde te verdelen. Er is een Belgische, een Vlaamse onderzoekster, Tina de Moor, die een expert is in de geschiedenis van de commons. Die heeft ook een klein boekje geschreven, Homo cooperans, de samenwerkende mens. En daar vind je een heel interessante statistiek. En die statistiek is de volgende. Dus ze berekent het aantal civiek initiatieven, niet staat, niet ondernemer, sinds 1980. Dus van 1980 tot 2005 hebben we
een lineaire groei van civiek initiatief. Dus een paar procent ieder jaar. Vanaf 2005 hebben we een exponentiële groei van het aantal civieke initiatieven. En omdat ik zelf nogal veel rondhuis, heb ik zelf al veel van die mappen gezien. Je hebt dat misschien ook gezien. Dus één voorbeeld dat ik me heel goed herinner is wat Amsterdam. Er waren 2-3 vertegenwoordigers van sociale bewegingen. De ene was de transitiebeweging, de sharing economy, en er was nog een derde die ik nu ben vergeten. En je weet wel hoe dat gaat met Google Map en OpenStreetMap. Dus dat zijn van die grote rode pijltjes die naar boven komen. Wel, in beide gevallen waren er zoveel initiatieven dat je de kaart niet meer zag. Dus je ziet gewoon de kaart niet meer. En dat is ook zo in Brussel. In Brussel zijn er bijvoorbeeld 80 AMAP's, ik weet niet of dat in Nederland zegt, Consumer Supported Agriculture, hè, dus groepen consumenten, 100, 150, die bij een boer aankopen, die solidair zijn met zijn productie. 10 jaar geleden waren er 0, nu zijn er 80. Dus je ziet dat overal. Een paar voorbeelden die ik zelf heb meegemaakt. Dus in Barcelona het aantal coworking centers van 3 naar 50 in 3 jaar. In Wenen het aantal hackerspaces van 1 naar 15 in 3 jaar. Dus waar je ook kijkt, je ziet vandaag echt een explosie van die civieke initiatieven. Die dus op een andere manier met de waarde omgaan en heel dikwijls contributieve systemen creëren. Nu wil ik even toch iets zeggen over de rol van de technologie erin. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus in de 15e eeuw heb je de uitvinding van de drukpers. Nu, zoals je waarschijnlijk weet, was dat eerder in China uitgevonden, maar in China heeft dat heel weinig veranderd aan de sociale structuur. Dus waarom heeft dat dan in Europa wel meer veranderd? En Luther zei trouwens zelf, thank God for the printing press. Dus wat er eigenlijk gebeurd is, is dat er een sociale groep was, de burgers uit de nieuwe steden, die redelijk onafhankelijk al waren van de feodaliteit, en die eigenlijk in de drukpers een middel zagen om hun ideeën te verspreiden. Het is die combinatie tussen een technologie, als die nieuwe capaciteiten creëert, en een sociale groep, die het verschil maakt. Die dus eigenlijk in combinatie met veel andere zaken de maatschappij heeft veranderd. En ik denk eerlijk gezegd dat vandaag ook het geval is. Het is een beetje poppsychologie of sociologie, maar ik ga je toch het verhaal vertellen. Dus ik zie 1968 niet echt het moment zelf, maar dus de ganse reeks van die sociale onrust die toen eigenlijk in heel veel landen van de wereld tegelijkertijd aan de hand was, als een soort revolte van de nieuwe jeugd. De mensen die kwamen uit 30 jaar, de gouden jaren van de economische groei in het Westen toch, was eigenlijk een grote reactie tegen hiërarchische sociale systemen. Tegen de familie, hiërarchie in de familie, vader weet alles, vader knows best. Tegen de hiërarchie in de fabrieken, want eigenlijk was er een enorme grote opstand van jonge arbeiders, men vergeet dat ik was. En tegen het bandwerk en het fordistische systeem. En tegen hiërarchie in het onderwijs enzovoort. Maar wat er een beetje verkeerd aan is gegaan, dat is dat de capaciteiten die we nodig hadden om anders te gaan leven, die hadden we eigenlijk niet. We waren onder, enfin, ik was 10, maar ik was erbij. Ik was een beetje prematuur. Dus we hadden die capaciteiten. We waren reactief, antagonistisch tegenover iets dat we niet graag deden. Maar eigenlijk, ik heb zelf in een paar gemeenschappen geleefd, en ik zeg dat ook al, ze zijn alle drie kapot gegaan rond de afwas. Dat lukte niet, wij konden gewoon niet regelen wie dat de afwas ging doen. Enfin, het is maar een symboolprobleem, maar het was eigenlijk daar rond. Nu, die generatie heeft heel veel dingen verkeerd gedaan, maar ik denk wel dat er twee dingen goed zijn geweest. Eén, dat is dat enorm veel mensen in de generatie, en we spreken nu van 1 tot 4 boven in San Francisco, hebben therapie gedaan. Nu gaat je zeggen, ja, maar waarom is dat belangrijk? Wel, trauma begets trauma. Trauma creëert trauma. Iemand die getraumatiseerd is,
die gaat zelf ook zijn kinderen traumatiseren. Het is heel belangrijk voor een samenleving dat mensen naar zichzelf kijken en die trauma's, dat ze aan die trauma's werken. Dat is één zaak. Tweede zaak, dat is de opvoeding is helemaal veranderd. We hebben nu een heel groot deel van de westerse bevolking en ook in vele andere landen die hun kinderen democratisch opvoedt. Dus een opvoeding naar autonomie. Een opvoeding die rekening houdt met de persoon van het kind. En dat maakt volgens mij een groot verschil. Dus het is de combinatie van de technologische capaciteiten die we nu hebben, met het internet, met netwerken, en die sociale verbeelding die ontstaan door de nieuwe generaties, die eigenlijk volgens mij dan die veranderingen teweeg brengt. Nu heel even misschien, want ik heb dat nog niet uitgelegd, dus wat is die nieuwe wereld? Dus twee voorname vormen. Even uitleggen toch wat het woord peer-to-peer betekent. Peer-to-peer betekent dus de capaciteit die we hebben om permissieloos met elkaar te communiceren, ons te organiseren en waarde te creëren en te verdelen. En specifiek dus het creëren van een commons, het creëren van gemeengoed. Dus je hebt vrije software, Linux, een alternatieve besturingseconomie, met, daar zit een ganse economie rond. Je hebt Wikipedia, gedeelde kennis, je hebt Arduino, Wikispeed, gedeelde design. Dus die capaciteit, dat is eigenlijk wat ik peer-to-peer noem. Dan in het tweede geval, en als ik in Nederland ga, ben ik altijd gefrustreerd, want als je daar peer-to-peer zegt, denk ik uiteindelijk alleen maar aan de marktplaatsen. Dat is nog iets anders. Dus dat is ook omdat de mensen nu gedistribueerd marktrelaties met elkaar kunnen aangaan. Dat is de deeleconomie. Je hebt de commons-economie, waar effectief gemeengoed wordt gecreëerd. En de economie draait rond dat gemeengoed. En dan heb je een deeleconomie, waar dus gedistribueerde marktrelaties worden mogelijk gemaakt door platformen. Dus die twee zijn in volle opgang. Misschien even uitleggen. Hoe kan dat nu? Dus hoe kan je een economie creëren rond een commons? En dat is een goede vraag, hè? Want dus een markt heeft schaarste nodig. De prijs wordt bepaald door de spanning tussen vraag en aanbod. Maar zoals Jeremy Rifkin bijvoorbeeld zegt in zijn boek, de Zero Marginal Cost Economy, we zijn nu een economie aan het creëren, dus waar de productieprocessen draaien rond software. En die software kan aan marginale kosten geproduceerd worden. Dus waarom zou je betalen voor Linux als je die met een druk op een knop 1, 10, 1000, een miljoen keer kan kopiëren zonder veel extra kosten? Waarom zou je muziek kopen als je die muziek kan delen via file sharing enzovoort? Dus we hebben eigenlijk, en dat is een paradox, in het hart van ons systeem, dat normaal een marktsysteem is, een ontmarkting. En dan zou je kunnen zeggen, ja maar, dat ondermijnt de markt. En soms is dat wel zo. Ik ga je een voorbeeld geven. Dus elk miljoen dollar aan vrije software vernietigt 64 miljoen dollar aan private software. Maar dat is ook een verkeerde manier om dat te zien. Waarom? Omdat productiviteit bevrijdt menselijke kracht en energie. Dus als je hyperproductief bent, één keer software ontwikkelen en dan dat 1 miljoen keer verspreiden aan extra kosten, dan bespaar je enorm veel menselijke energie uit. En die menselijke energie kan aan andere zaken worden besteed. Ik ga een voorbeeldje geven waarom hoe dat kan gebeuren. Dus denk aan geolocatie. Geolocatie, dus op je GPS en zo, kijken waar je naartoe moet. Dat is in Europa, wordt door de staten, verschillende natiestaten geproduceerd, dan is er meestal een soort auction. En 2, 3 bedrijven controleren die markt. Het is een relatief kleine markt. In de Verenigde Staten heb je een open geografische commons, dus de National Oceanic and Atmospheric Administration heeft dat vrijgegeven. Wel, daar kunnen 400.000 mensen toegevoegde waarde creëren rond die commons. Dus het is niet omdat je in het midden die ontmachting hebt, dat je geen
actieve macht kan creëren rond die komst. En nu kom ik terug op die slide, want dat is heel interessant, enfin heel cruciaal. Als wij dus extractieve machtmechanismen hebben rond de commons, dan hebben wij een groot sociaal probleem. En wat is een sociaal probleem? Dus meer en meer mensen zijn in staat direct gebruikswaarde te creëren. Maar een klein deel van die gebruikswaarde kan vermarkt worden. En als dat dan bovendien nog exclusief gecapteerd wordt, met een extractivistische benadering, dan wordt er dus niet geherinvesteerd in de productie. Denk eraan, het oude systeem, je huurt arbeiders in, je betaalt die. In het nieuwe systeem profiteer je van de uitwisseling en de commons-creatie die eigenlijk al aan het gebeuren is, en wordt er veel minder betaald voor die productie. Dus dat is eigenlijk een heel groot probleem voor de maatschappij. Dus we hebben een nieuw systeem dat heel productief is, maar de waardeverdeling die loopt verkeerd en dat creëert een crisis van precariteit. Denk aan Uber. Uber doet dit heel nuttig. Ride sharing, ride hailing. Dus dat is ecologisch bijvoorbeeld interessant. Creëert ook nieuwe functionaliteiten. Maar hun mechanismen creëren precariteit bij de chauffeurs van Uber die niet beschermd worden zoals taxichauffeurs enzovoort enzovoort. Dus dat is eigenlijk een groot probleem binnen dus dit nieuwe systeem. Vandaar dat ik denk dat we dus in die tweede cirkel moeten evolueren van extractieve businessmodellen naar generatieve businessmodellen. Dus naar een manier van denken die als volgt werkt: hoe kunnen wij als ondernemers... En ideaal zijn die ondernemers ook dezelfde mensen die contribueren aan dat gemeengoed. Hoe kunnen wij economische modellen creëren die een gezonde economie rond die commons creëren en dus een comfortabel leven kunnen creëren rond die nieuwe economie. Dus dat zijn die generatieve modellen. Dat gaat zowel over mensen als over ecologische hulpbronnen. Nu, het goede nieuws is dat dat bestaat. Dus die generatieve modellen die beginnen nu te ontluiken. Ik ga misschien een voorbeeldje geven. Ik heb 2, 3 weken Nieuw-Zeeland kunnen bezoeken. En 2 voorbeeldjes. Het eerste voorbeeld noemt Inspiral. Inspiral is een ethische ondernemerscoalitie. Dus hoe functioneert dat? Dus de commons is Lumio en CoBudget. Lumio is een open source software, dus die vrij kan verdeeld worden en waar iedereen kan aan meedoen. Die virtuele gemeenschappen toelaat om democratische beslissingen te nemen en te legitimeren. Wij werken ook zo, wij zijn transnationaal in de P2P Foundation. Dus ik reis wel redelijk veel, maar dus, wij ontmoeten elkaar niet altijd. Het is redelijk moeilijk om beslissingen te nemen in zo'n situatie. Dus met Lumio kan je gewoon zeggen, kijk, we gaan 3 weken samenwerken, samen discussiëren over dat onderwerp. En dan gaan we democratisch beslissen via een aantal stemtechnieken. Dus dat creëert legitimiteit voor die beslissing. Dus dat is één van die commonsen van Inspiral. De tweede commons die ze gebruiken noemt CoBudget. CoBudget. En dat is een software om in netwerkgemeenschappen de meerwaarde te herinvesteren in het netwerk. Dus alle mensen die meewerken met Inspiral, die gaan akkoord om een deel van hun inkomen te delen met het netwerk. En dus mensen kunnen projecten voorstellen en dan kunnen ze dus dat geld sturen naar die projecten. Dus een herinvesteringsmechanisme voor een netwerkeconomie. Dus dat zijn de commonsen, het gemeengoed, dat gecreëerd wordt door alle mensen die meedoen aan Inspiral, maar ook mensen buiten Inspiral, omdat het een open systeem is. Rond Inspiral heb je een ethische ondernemerscoalitie. Dat zijn 18 social business ventures, dus sociale entrepreneurs, die allemaal ondernemingen hebben die not-for-profit zijn. Dus niet te verwarren met non-profit. Je mag geen winst maken. Not-for-profit betekent, als je winst maakt, moet je die investeren in het sociale doel van je onderneming. Statutair en reglementair moet je dus reinvesteren in het sociale doel. Dus 18 verschillende bedrijven die waarde creëren rond die commons, die jobs creëren rond die commons. Dat is dus een heel interessant generatief platform.
Dan is er een derde institutionele ontluiking. En dat is de Inspiral Foundation. Dus wat doet de Inspiral Foundation? Dat is ook heel belangrijk om dat goed te begrijpen. Dus de meeste van die productieve gemeenschappen, Linux, Wikipedia, Inspiral, hebben een for-benefit association. Dus een vereniging met een sociaal doel dat de infrastructuur creëert en beheert. Dat is heel belangrijk. En dat is heel verschillend van het oude model van NGO's. Dus hoe denkt een oude NGO? Denk aan Artsen zonder Grenzen. Er is een probleem in de wereld, gezondheidszorg in oorlogsgebieden. Dus wij gaan geld en krachten mobiliseren en we gaan die dirigeren naar de probleemgebieden om daar een oplossing aan te bieden. Ik heb daar natuurlijk niks op tegen, maar belangrijk is om te begrijpen dat dat een schaarste opvatting is. Je beziet de wereld in termen van schaarste. Er is een probleem, er zijn niet genoeg middelen, dus we gaan middelen proberen te mobiliseren en we gaan die bijsturen naar het probleem. Maar als je kijkt naar Wikipedia, de Wikimedia Foundation, naar de Linux Foundation, naar die For Benefit Association, die hebben een heel andere visie op de wereld. En wat is die visie? Dus de visie is, er zijn problemen, er zijn heel veel dingen die we kunnen en moeten doen, maar er zijn genoeg mensen en middelen om dat probleem op te lossen. Dus wat gaan we doen? We gaan een infrastructuur creëren, een infrastructure of cooperation, die mensen uit heel de wereld toelaten om te contribueren, om bij te dragen aan de oplossing van dat probleem. Dus zij gaan de productie niet leiden. Ze gaan het gewoon mogelijk maken. Nu, dat is een interessant model. En hier ga ik even verder. Dus dat is eigenlijk het maatschappijbeeld dat volgens mij daaronder ligt. Dus hier is mijn thesis. Dus als je zou kijken naar de 15e eeuw, dubbele boekhouding, het vagevuur, de drukpers, Calvin, al dus de nieuwe ideeën die ontstaan in die eeuw, dan zou je eigenlijk toch kunnen zeggen, althans, hè, als je in de 18e eeuw weet je het gewoon van kijk, dat zijn eigenlijk de onderdelen van het kapitalisme. Dat waren eigenlijk de zaadvormen met een nieuw waardepatroon. Dus wat ik hier eigenlijk doe, is kijk, als je kijkt naar die emergence van de commons-economie, van de deeleconomie, van die nieuwe praktijken, dan zie je eigenlijk een nieuwe maatschappij ontstaan. Dat zijn de zaadvormen van een nieuwe maatschappij, van een nieuw waardeproces, van een nieuwe manier om waarde te creëren en de waarde te verdelen. Dus hoe ziet dat eruit? Dus wat ik eigenlijk doe nu is het projecteren van die micro-economie, van die nieuwe micro-economie, naar de macro-economie, naar de macro-samenleving. Wel, de eerste verandering, dat is dat de civiele maatschappij nu productief is geworden. Burgers dragen bij aan gemeengoed. Elke burger kan bijdragen aan een gemeengoed. En dus het feit dat je een burger bent, een inwoner van een land, betekent dat je productief bent en dat je dus meebouwt aan de productieve kennis van de maatschappij. Dat is een heel grote verandering, want hier is dus de civiele maatschappij staat nu centraal. Dus het is niet de macht creëert een surplus voor de civiele maatschappij die in de marge staat van het systeem. Het is niet de civiele maatschappij die de waarde creëert, die de productieve waarde creëert. Rond die civiele maatschappij en haar gemeengoed krijg je een ethische economie die rekening houdt met negatieve externaliteiten en die generatief optreedt tegenover die productieve gemeenschappen. Dus die Inspire bijvoorbeeld, ethische ondernemerscoalitie die waarde genereert voor de mensen die bijdragen aan Lumio en Copachat. Derde instituut op maatschappelijk vlak, dat is een nieuwe visie op de staat. Want wat is de Wikimedia Foundation? Dat is de collectiviteit van de Wikimedia gemeenschap. Wat is de Linux Foundation? Dat is de collectiviteit. Die zorgt dus voor niet het gemeengoed, maar le bien commun. Dus meer in de christelijke zin. Hè.
het gemeengoed van die gemeenschap, dus het zorgen voor het goed van iedereen. Dus die nieuwe for-benefit association, dat is eigenlijk een nieuwe vorm van collectief beheer. Om een voorbeeld ervan te geven, dat is in Bologna. Dus in steden gebeurt er heel veel rond die dynamiek. En dus in Italië is het heel interessant momenteel. Dus in Bologna heb je Co-Bologna, een project met 4 laboratoria in de stad. En met een nieuw reglement. Het reglement noemt de Bologna Regulation for the Care and Regeneration of the Urban Commons. Dus het reglement van de stad Bologna voor de zorg en de regeneratie van de stad. Dus wat bepaalt het reglement? Dat is dat ieder collectief in elke wijk, burgercollectief, voorstellen kan maken voor de verbetering van de stad. Er is een evaluatieproces. En dan is er een onderhandeling tussen de stad en het burgercollectief met de vraag, hoe kunnen wij jullie beter helpen? Financiering, technische infrastructuur, een gebouw om te vergaderen, enzovoort, enzovoort. Dus je ziet onmiddellijk dat dat een heel andere manier is om de relatie tussen de staat en de burger te bepalen. Het is dus geen staat als onderneming die publieke diensten creëert, die geconsumeerd worden door de burger op een passieve manier en die geen zeg heeft over de manier waarop die publieke diensten worden gecreëerd. Maar je hebt dus een staat die faciliteert en die capaciteiten creëert en toelaat. Dus de staat zorgt ervoor dat de burgers capaciteiten hebben om te contribueren aan de verbetering van uw stad. Nu zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen, ja, maar waarom heb je eigenlijk een staat nodig? Wel, twee argumenten. En het eerste argument zijn die capaciteiten. De commons alleen, hoewel die theoretisch openstaat voor iedereen, hangt eigenlijk af van de capaciteiten van de bevolking om daaraan mee te doen. Dus laat het geval van Bologna nemen. Je zou je gemakkelijk kunnen voorstellen dat wijken met beter opgeleide mensen, met minder werkloosheid, met misschien ook mensen met meer tijd, meer gaat nadenken en misschien ook meer zal doen aan het verbeteren van de wijk dan een wijk waar meer werkloosheid is, waar mensen moeten vechten om te overleven en waar ze minder opgeleid zijn. Een ander voorbeeldje zou kunnen zijn, kijk, vrije software is heel goed, maar als je kijkt wie het erin zit, zijn het vooral mannen. Dus met andere woorden, het is niet omdat je open bent, dat iedereen de capaciteit heeft om daar ook aan mee te doen. Dus een van de belangrijke functies van een partnerstaat is het creëren van die capaciteiten. In Frans zeg ik men en capacitation. En denk aan de ideeën van Amartya Sen en van Nussbaum over democratie als het opbouwen van capaciteiten. Dus we blijven instellingen nodig hebben die capaciteiten gaan ontwikkelen. En dat is natuurlijk heel belangrijk, omdat vandaag een politieke strijd aan de gang is. Ik ga je een paar voorbeelden geven waarom dat zo belangrijk is. In Spanje had je 15 mei, ik denk in 2011, een heel grote, massale beweging van jongeren tegen de crisis die de marktplaatsen in Spanje bezetten, de zogenaamde 15M-beweging. En dat is op zichzelf wel interessant, want dat was eigenlijk de peer-productie van politiek. Dus de methode die men gebruikte bij Occupy en 15M waren de methode van peer-productie, waren de methode van de open-source gemeenschap. Ze waren wel ook antipolitiek. Dus bijvoorbeeld, je mocht daar niet met een partijbadge of zelfs een vakbondsbadge op de marktplaats komen. Dus dat was verboden. Het nadeel van die houding is dus geweest dat er verkiezingen waren daarna en dat al die mensen zijn thuisgebleven. En dus een zeer rechtse regering is aan de macht gekomen van Rajoy. Nu, de politiek van die Spaanse regering is een expliciet anti-peer-to-peer, anti-commons politiek. Denk aan de belasting die ze hebben gegeven op hernieuwbare energie, gedistribueerde hernieuwbare energie. Dat is peer-to-peer, waarom? Het gaat over de capaciteit te creëren dat burgers in coöperatieven zelf hun energie kunnen opwekken, peer-to-peer. Dus hernieuwbare energie is een groot onderdeel van die transitie naar peer-to-peer en commons model. Ja, als je daar een taxe van 14.000 euro per paneel op plakt,
Dat is zeer duidelijk wat de bedoeling is. De bedoeling is dat dat niet kan gebeuren en dat dus de klassieke energiemaatschappijen verder kunnen blijven doen met hun gecentraliseerde energieproductie. Ook bijvoorbeeld crowdfunding is heel moeilijk in Spanje. En er is een tweede model dat ik ook problematisch vind, hoewel het heel goed klinkt. En dat is eigenlijk het Engelse en het Nederlandse model. Dus in Engeland heb je de Big Society en in Nederland de participatiesamenleving. Maar wat wordt er eigenlijk gedaan en gedacht? Wel, de idee is de volgende. Jullie burgers hebben nu al de capaciteiten om jullie zelf te organiseren en dingen te doen. Je kan naar Google, dus je hebt geen bibliotheek meer nodig. En dat zwembad, dat heb je toch eigenlijk ook niet nodig. En die vluchthuizen voor jongeren heb je eigenlijk ook niet nodig. En al die kunstsubsidies heb je eigenlijk ook niet nodig, enzovoort, enzovoort. Dus waarom is dat verkeerd? Althans, vanuit mijn oogpunt. Omdat je eigenlijk... Je gebruikt de taal van peer-to-peer, participatiesamenleving, big society. Maar de praktijk is dat je alle capaciteiten ondermijnt die de mensen nodig hebben om te contribueren en om mee te doen aan, aan dat nieuwe waardemodel. Dus vandaar dus dat een partnerstaat, dat kan natuurlijk niet zoiets zijn. Een partnerstaat is niet noodzakelijk een kleine staat. Ik weet niet of dat een grote of een kleine staat moet zijn, maar het is een staat die heel actief gemeenschappelijke infrastructuur opbouwt, zoals onderwijs enzovoort, die capaciterend werkt voor een contributieve maatschappij. Dus dat bestaat momenteel alleen maar op het vlak van steden en nog niet op het vlak van natiestaten. Nu, misschien toch iets zeggen over duurzaamheid ook, want dat is een heel belangrijk aspect. Dus wat is het verband tussen peerproductie, commons-oriented peerproductie en duurzaamheid? En dat is een heel groot verband, een paar voorbeelden. Dus als je design doet in een bedrijf, hoe denk je over design? Hoe denk je over het ontwerpen van een product? Wel, je moet een product ontwikkelen voor de markt. Dat product moet schaars zijn. Anders heb je geen marktprijs. Dus elke conceptie, ook elke duurzame conceptie die gebeurt binnen een marktentiteit, is altijd geplande obsolescentie. Zoals men zegt in het Engels, it's not a bug, it's a feature. Je kan er niet onderuit, het werkt zo. Er is een lamp in Los Alamos, in Californië, die brandt al sinds 1908. Maar die ga je natuurlijk nergens vinden. Want een lichtbedrijf dat zo'n lamp zou maken en verkopen, die kan niet overleven. Dus je maakt lampen die om de 2 jaar moeten vervangen worden. Dus, besluit, als je een systeem krijgt waarbij het ontwerpen gebeurt in productieve gemeenschappen, dan heb je geen geplande obsolescentie. En dat is niet zomaar iets dat ik wens. Als je kijkt naar de 30 open source wagens die in de laatste 10 jaar zijn geproduceerd, die zijn allemaal duurzaam. Dus geen enkele niet-duurzame wagen tussen. Dus het is normaal voor een productieve gemeenschap, die open en contributief en gebaseerd op inclusiviteit, dat die duurzaam ontwikkelt. En als je dus een ethische ondernemerscoalitie hebt die rond die commons werkt, dan maak je duurzame producten. Je moet daarvoor geen beter mens zijn. Dat is gewoon hoe het werkt. Dus dat is al een heel belangrijk argument. Het tweede argument gaat over afstand. Dus vandaag hebben we een globalized economy, globalisering. Maar eigenlijk is het een heel vreemde globalisering. Dus een globalisering die gebaseerd is op 2 verkeerde standpunten. Het eerste is pseudo-overvloed. We denken dat we in een maatschappij leven waarin hulpbronnen oneindig zijn. En dus we kijken niet naar de vervanging, regeneratie enzovoort. Dus valse overvloed. Tweede probleem, dat is dat we denken dat wat wel in overvloed aanwezig is, eigenlijk schaars zou moeten zijn. Dus we zaden groeien elk jaar normaal vanzelf, maar we gaan zaden ontwikkelen, Terminator seeds, die boeren elk jaar moeten opnieuw kopen, want ze kunnen zichzelf niet reproduceren. En u maakt er nog een wetje bij die het eigenlijk zelf verboden maakt
voor boeren om hun eigen zaden te kweken. Dat is, als ik het goed begrepen heb, zelfs in Europa het geval. Dus dat is eigenlijk valse overvloed en valse schaarste. En natuurlijk met een systeem waarbij, dat is een studie die 2-3 jaar geleden verschenen is, en die aantoont dat we eigenlijk 3 keer meer materie en energie nodig hebben voor de transport van die geglobaliseerde economie, dan om die goederen te produceren. Maar ook hier brengt dus de bierproductie een oplossing. Waarom? Omdat het gebaseerd is op het idee van cosmolocalisatie. Dus geen globalisatie, maar cosmolocalisatie. Cosmos, waarom? Al wat licht is, is universeel. Kennis is in nature overvloedig aanwezig, kan aan nul marginale kost geproduceerd worden. Dus dat moet je niet schaars maken, dat moet vloeien. En dus bijvoorbeeld Atelier Paysan, een club van ecoboeren in Frankrijk. Dus de eco-agricultuur heeft weinig machines van de agribusiness en die zijn ook niet aangepast en die kosten veel te duur enzovoort. Dus wat doe je daartegen? Wel, je gaat een systeem creëren waarbij om de 2 weken in Frankrijk er is een workshop is. En in plaats van 15.000 euro te betalen voor de machine, ga je 1.000 euro betalen voor de workshop. Op het einde van de week heb je de machine, wordt samengemaakt door de workshop. Ga je alles filmen en documenteren. Dat betekent dat de tweede workshop, als die gaat door dezelfde machine, kan gebruik maken van de collectieve intelligentie die geproduceerd werd door de eerste workshop. Je hebt dus Cosmo, hè? Dus die kennis is overal en altijd beschikbaar voor alle ecoboeren in de wereld die Frans spreken. Dus moet er wel nog een vertaling bij zijn, dan is het voor iedereen. Dus nu heb je FarmHack, Slow Tools Project, honderden projecten en duizenden machines die vandaag op die manier worden geproduceerd. Dus dat is het Cosmo-aspect. En wat is het local aspect? Dat is natuurlijk dat we nu een nieuwe type machines hebben, genetwerkte machines zoals 3D-printers, die ons in staat stellen om te re-industrialiseren op lokaal vlak. En dus wat is het beeld? Globale productieve gemeenschappen, maar lokale microfabrieken die on-demand, op aanvraag, met beschikking van de designs van al die landbouwmachines, die landbouwers dus kunnen maken lokaal op aanvraag. Daarmee bespaar je dan nogmaals eens 2/3 van wat je nodig hebt aan materie en energie. Een derde voorbeeld, dat is ietsje meer science fiction, maar het gebeurt ook al, dat is het volgende. Hier is het idee. Dus vandaag, business is voetbal. Wat bedoel ik daarmee? Dus er zijn ploegen. Die ploegen werken samen intern, maar er is competitie tegen alle andere ploegen. Dat is vandaag hoe de zakenwereld voornamelijk werkt. Een soort sportmetafoor. In het nieuwe systeem heb je iedereen werkt mee en is afhankelijk van een commons. En dat creëert heel andere relaties tussen die ethische ondernemerscoalities. Want ze zijn eigenlijk allemaal codependent aan hun gemeengoed. Dus merkwaardig genoeg krijg je dus heel gemakkelijk open logistiek en open boekhouding. Klein voorbeeldje, Curto Café. Ik kan het geen bedrijf noemen, het is weer zoiets speciaal. Dus een ex-directeur van een koffiebedrijf, die tot de volgende vaststelling komt. Kijk, het is toch niet normaal dat wij in Brazilië geen goede koffie kunnen drinken. Waarom is dat? Dus dat wordt in 4 categorieën verdeeld, A, B, C, D. A, B, B wordt geëxporteerd en C en D, de slechte koffie blijft in Brazilië. Ten tweede, het is ook niet normaal dat de mensen die koffie produceren, dat die daar niet van kunnen leven, dat die honger lijden, dat elke keer als er een crisis is, dat hun kinderen sterven enzovoort. En zoals je weet, als je iets koopt bij Colruyt, krijgt de boer 8%. Als je iets koopt bij de boerderij, krijgt de boer 84%. Als je iets koopt bij een AMAP, krijgt de boer 100%. Ja? Dus dat extractivisme, dat is dat. Hè? Dus die 8% tegenover 84%. Dus die directeur van Curto Café, de stichter van die nieuwe methode, zegt van kijk, wij gaan
geen fair trade toepassen, want dat kost veel te veel voor die arme boeren. Wij gaan gewoon transparant werken, dus open logistiek. Iedereen mag weten waar wij die koffie gaan halen, hoeveel we daarvoor betalen. En zelfs wie dat die mensen zijn die die koffie maken. Resultaat? De koffieboeren verdienen 3 keer meer dan in het oude systeem. Want ze hebben ook aan de boer geleerd hoe dat ze hun eigen verbranding van de koffie moeten doen. En dus dat is weer een middenstap die wegvalt. Dat doen ze zelf. Tweede stap, open logistiek, open boekhouding. Tweede stap, een commons. Wat is de commons? Alle recepten van koffie maken worden gedeeld voor iedereen. Toen ik daar was, waren er 4 verschillende smaken. En er werd dus aangetoond hoe dat die gemaakt werden. En je kon daar dus zelf andere blends mee maken. Derde stap. Geen wij en zij meer. Dus wij zijn een gemeenschap die goede koffie willen maken. En daarvan willen leven zonder de primaire producenten uit te buiten. Dus hoe gaan we dat doen? Dus wij zouden graag die koffie verspreiden. Dus crowdfunded retail expansion. Dus eigenlijk doen zij een campagne waarbij ze aan de koffielovers beloven van kijk, we hebben $12.000 nodig om 2 jaar huur te betalen. In ruil krijg je daarvoor gratis koffie. Dus de mensen die mee investeren, die kunnen 2 jaar gratis koffie drinken. Ten laatste hebben ze die Nespresso-machines gehakt, zodanig dat je die koffiedoosjes zelf kan verversen. Ik hoop dat het duidelijk is dat dat een heel andere manier is van denken over productie. Er zijn geen producenten en consumenten, het is 1 gemeenschap die samen van koffie houdt en zich in 1 participatief, productief ecosysteem heeft georganiseerd. Nu, wat heeft dat te maken met duurzaamheid? Alles. Want wij moeten dus naar een circulaire economie evolueren. Maar hoe gaan we dat doen met geprivatiseerde logistiek? Ja, dat gaat 100 jaar duren, dat kan niet. Als je een participatieve open logistiek hebt, waar iedereen kan zien, je gebruikt die producten en je hebt er te veel van, dan kan je dus eigenlijk overstappen naar een veralgemeende mutual coordination. Gezamenlijke coördinatie door transparantie. Dat is geen utopie, want dat werkt al voor software en kennis en design. Dus we noemen dat stigmergie, de taal van de sociale insecten. Hoe weet je wat je moet doen voor Linux, Arduino, Wikipedia, Wikispeed, Wikihouse? Gewoon door te kijken. Dus je kijkt naar het open, transparante productiesysteem en je weet precies wat je kan en mag doen. Dus dat werkt al zo. Als je daar nu nog logistiek en boekhouding bij betrekt, dan heb je stigmergie in de fysieke productie. Nu, ik ben bezig aan een project, ik kan nog niet volledig bewijzen, maar we zijn ermee bezig. Hier is mijn stelling. Als we overstappen op een geïntegreerde manier naar bierproductiemodel, kunnen we 20% van materie-energie 80% van onze welvaart behouden. Dus jaren 70. Dat is toch een veel mooier beeld van binnen 30 jaar is een heel grote crisis. En we zijn in situatie op het einde van het Romeinse Rijk, waar we 5 eeuwen lang niks meer hebben. Dus bierproductie is heel belangrijk voor die duurzaamheid. Oké. Even, hoeveel tijd heb ik nog? Ja, ik ben pas begonnen. Dat is sociale strijd in bierproductie. Dus technologie is nooit neutraal. Het hangt af van de mensen die het ontwerpen, welke sociale verbeelding zij hebben, welke belangen zij hebben, welke sterkte zij hebben. Dus vandaag hebben we 4 peer-to-peer modellen die eigenlijk een beetje in concurrentie met elkaar zijn. Dus het Facebook-model, ik noem dat netarchisch kapitalisme, de hiërarchie van het netwerk. Dus het laat ons toe peer-to-peer te communiceren en te organiseren, maar we hebben geen controle over het design, we hebben geen controle over onze eigen data die we produceren, en de marktwaarde wordt gerealiseerd door het platform die niks terugstort naar de co-producenten van die waarde. Tweede model, Bitcoin, gedistribueerd kapitalisme.
is anders. Het idee hier is dat iedereen een ondernemer kan worden. Maar als je kijkt naar de design van Bitcoin, dan zie je toch duidelijk dat het gericht is op winst maken. Hè? Dus het is op de volgende manier gedaan. Dus in het begin is het heel gemakkelijk om die munten te maken, cryptografische productie van die munten. Het wordt altijd maar moeilijker om die munten te maken. Dus het aanbod groeit trager dan de vraag. Dus met een specifieke design om dus het eigen belang te stimuleren om Bitcoin te laten werken. Het is een beetje als Monopoly. Iedereen vertrekt gelijk, maar op het einde van het spel is er ene die alles heeft en al de rest heeft niks. En dat is ook bij Bitcoin het geval. 12 mensen die 70% van de munten bezitten, een monopolie op het mijnen en produceren van die munten enzovoort. Dus de ideologie is wel anders, gedistribueerd, maar uiteindelijk het resultaat is toch grotendeels hetzelfde. Dan heb je nog aan de rechterkant twee andere modellen. Dus lokaal met een sociaal doel en globaal met een sociaal doel. Dus als je kijkt naar die statistiek van Tine de Moor, die ik vermeld, dat is duidelijk daarover. Hè. Er is vandaag een revolutie bezig van burgers die lokaal hun leven organiseren, productie organiseren, op een andere manier willen gaan leven, produceren, consumeren. Een explosie aan menselijke creativiteit. Zeker in Europa, Latijns-Amerika, Noord-Amerika, heel, heel sterk aanwezig is. Nu, waarom is dat niet genoeg? Ik ga je een voorbeeldje geven. Dus laten we zeggen dat alle vissers van Oostende samenkomen en zeggen, we gaan het anders aanpakken. En we gaan commons creëren voor onze visvangst, we gaan regels creëren, we gaan ons daaraan houden. Dat is natuurlijk positief, maar zolang dat die andere boten juist buiten de landsgrenzen, dus de zeemijlen die van België zijn, zolang dat die blijven verder werken, globaal, ja, wat heb je daaraan? Dus het lokaal is natuurlijk heel belangrijk, is heel goed, ik ben daar ook absoluut niet tegen, maar het is niet genoeg. Kunnen we daar iets aan doen? Wel, ik denk, eerlijk gezegd, dat we ons moeten organiseren. Ik heb zelf een paar voorstellen, ik ga het heel snel zeggen, dus Assembly of the Commons, een stem geven aan alle burgers die bezig zijn met gemeengoed. Er bestaat nu eentje in Gent, in Rijssel, in Brest, Toulouse enzovoort. Chamber of the Commons, alle ethische ondernemers die waarde creëren rond en met de commons, ook een stem geven voor de generatieve economie. Nu wil ik even zeggen op globaal vlak, het is een heel tof boekje, Alain Tarius, ja. Étranger de passage, peer-to-peer, poor-to-poor. Je hebt waarschijnlijk mensen uit Ecuador ontmoet in Vlaanderen die panfluit spelen en die wol verkopen. Ik weet niet of je dat weet, maar dat is dus geen bedrijf, dat is gewoon een ecosysteem om een economie te creëren voor die gemeenschap. Elke stad met meer dan 40.000 inwoners in Europa heeft zo'n halfway house, waar die mensen om de 6 maanden elkaar vervangen. En dat is 1/3 van het bruto nationaal product van die provincie Otavalo in Ecuador. Die zwarte mensen die men ook ziet met Prada en zonnebrillen, dat zijn Soefi-fraterniteiten uit Senegal. Ik heb mij laten vertellen dat je daar niet kunt trouwen als je dat niet gedaan hebt, want dat is dus het geld om het cadeau te kopen als je wilt trouwen. Ook dus een economie. In het eerste geval etnisch en in het tweede geval een religieuze ecosysteem dat waarde creëert voor de gemeenschap. Dus dat is eigenlijk wat we nodig hebben. We hebben dus files, noem ik dat. Dat komt van een Spaanse groep, het Griekse woord voor clan. Dus ecosystemen creëren op globale schaal die waarde creëren voor een commons en de gemeenschap die bijdraagt aan een commons. Dus waarom is dat nodig? Om ook op globaal vlak invloed te kunnen uitoefenen van een generatieve economie tegenover de extractieve economie. Nu, sorry, ik ga kort zijn. Grote vraag die iedereen stelt. Ja, maar gaat het allemaal niet gecoopteerd worden door het bestaande systeem? Antwoord, ja. Maar het kan ook anders. De nieuwe economie kan ook de oude economie coopteren. Dus ze zeggen, mechanismen ontwikkelen die investeringen aanvaarden uit de extractieve economie, met het idee van regels te creëren die dat dus
disciplineren binnen de ethiek van de ethische ondernemerscoalitie. Bijvoorbeeld, en Spiral gebruikt capped returns. Dus zij beloofde 10 keer de investering terug te betalen. En dan geven ze het goed dat gemaakt werd dankzij een investering ceremonieel aan de commons met een danknootje aan de investeerder. Dus dat is een transitionele techniek die erin bestaat om het extractieve kapitaal te coöpteren en te disciplineren en te laten meewerken aan de opbouw van de alternatieve economie. Dus er valt altijd wel iets te doen in plaats van te klagen dat het allemaal zo slecht gaat. Ik ga besluiten met dat beeld dat ik heel graag heb. Dus we zijn hier allemaal rupsen. Het begint overal te jeuken en onze benen worden doorzichtig. En dus we gaan precies allemaal sterven. Dat is allemaal erg natuurlijk. En dat is een beetje wat er aan het gebeuren is in onze samenleving vandaag. Wel, de imaginale cellen, dat zijn de cellen die eigenlijk al weten dat ze de vlinder gaan worden. Dus eigenlijk de keuze en je optimisme hangt eigenlijk af van wat je wil zien. Als je kijkt naar de rups, dan is er alle reden voor pessimisme. Maar als je kijkt naar de vlinder, is er alle reden tot optimisme. Want de zaadvormen zijn aanwezig in die vlinder, in die toekomstige vlindercellen. En dat is dus eigenlijk een beetje wat ik probeer te doen. Dat is dus via de P2P Foundation die zaadvormen documenteren en kenbaar maken, zodanig dat die explosie van mensen die creatief bezig zijn, maar allemaal denken dat ze alleen zijn, eigenlijk maken jullie deel van een grote transitie wereldbeweging. 10e eeuw, 15e eeuw, en we zijn weer bezig met het creëren van een nieuwe samenleving, die deze keer niet extractief kan zijn, want we maken onze ecologie kapot, maar die generatief moet zijn. Dank je wel.